Kijk, ze zwaaien. Politieke bingo! ChristenUnie! En de ChristenUnie is hier samen met de SGP. Hé, hey, Markt! Gaat u stemmen? Ja, ik denk het wel. Daar twijfel ik nog aan, maar wij zijn op vakantie, dus dan moet ik nog even gemachtigde zoeken. Oh, dat wordt een hoop gedoe. Ja, dat wordt een hoop gedoe. Wat zijn nou de dingen die hier leven in Leeuwendorp? Er is een KBO en een Leeuwendorpse vrouwenvereniging. Ik ben maar eigenlijk een aloude rasstemmer, hoor. Ja? Dus, ja, ik vind het niet goed dat ik oversla. Nee. Dus ik ga er wel even achteraan. Nou, in Leeuwendorp hebben we heel veel gedaan aan de leefbaarheid van het dorp. Je ziet hier die omgeving hier van het verenigingsgebouw. Dat is nog niet zo lang geleden, vorig jaar helemaal aangepast door de gemeente. Ja, en we hebben hier natuurlijk een heel mooi verzorgingshuis in Leeuwendorp, de Kraaiers. En ja, als je ziet met alles wat er met de zorg staat te gebeuren, komen er minder mensen. En de betrokkenheid daarbij, dat is dan toch iets. Die zorg om de zorg, dat is toch wel iets wat de mensen ook aan denken. Dankjewel. Weet je wanneer de gemeenteraadsverkiezingen zijn? Daar heb ik me nou helemaal niet even in. Nee? Ik weet in ieder geval dat jij katheen kan werken. Ja, dat wel. Wat zijn nou de dingen die hier spelen in Serenhoek? Sloopoort. Ja? Ja, dat ligt er aan. Sloopoort natuurlijk, ja. Van Oudzee. Nou, dat is een industriegebied daar. Dat moet daar op die hoek bij die stoplichten moet dat komen. En ze zeggen dus, zolang als de havens niet bezet zijn, gaan we daar geen industrietrein maken. En voor het ogenblik gaat het natuurlijk ook niet goed. Aan de men hebben we zo'n bedrijf weg. Dus dit is Sloopoort. Dat zou Sloopoort kunnen worden, zou ik zeggen. Volgens D66 is dit misschien wel een van de laatste bedrijventerreinen die we ontwikkelen op deze bijzondere plek. Wij stellen ook voor om het dan zo duurzaam mogelijk te doen. Dus hier komen alleen maar groene daken en zonnepanelen op het dak. En het afvalwater zou in het gebied ook zelfs gezuiverd kunnen worden. Ja, ik kan natuurlijk niet laten. Ik ben van beroep architect. En omdat het niet zo druk is en de politiek verzeild geraakt. Maar ik heb het natuurlijk niet kunnen laten om toch een schets te maken. Heeft het hier bij zich? Ja, die heb ik in de auto. Wil je zien? Ja, wil ik wel even zien. Hier zie je de plattegrond. En aan de kant van Scherenhoek een hele grote wal gemaakt waarin bedrijfsgebouwen als het ware ondergeschoven worden, zodat je een hele mooie landschappelijke overgang krijgt. En hier zie je ook hele grote waterpartijen. Dat het zeg maar, meer een park wordt dan dat het zo'n lelijk bedrijventerrein wordt, zoals wat iedereen eigenlijk op zijn netvlies heeft. Eigenlijk heb je hier straks een bedrijventerrein waar je nauwelijks wat van ziet. Je hebt het helemaal begrepen. En neem misschien ook bezwaren weg van andere partijen die denken dat hier alleen maar gebouwen komen, zeg maar van stalen platen en lelijke dingen. Hallo. Hallo, Tika. Zo, hoi. Hoe is het bij jou? Ja, goed. Het is ooit bedacht om lokale bedrijven te huisvesten die met oppervlakteproblemen zaten, te klein waren, die hebben ondertussen andere oplossingen gevonden. Dus we vinden het niet meer van deze tijd om het Sloe uit te breiden naar de kernen. Ja, de meneer van D66 is ook architect en hij had al een tekening meegenomen. Ik zal hem er even bij pakken, want dat is eigenlijk ook wel een buffer wat hij heeft bedacht. Het is een soort Teletubbies meets de Hobbit meets Sloopoort. Ja, het is een leuk plan, maar wij willen dus die groene buffer breder maken. Want hier heb je dus alleen maar een wal, waardoor je toch weer de hoge bedrijven daar blijft zien. Of je moet er een bos op de wal zetten. En ik weet niet of de wal dat weer houdt, want ik ben geen landschapsarchitect. Meneer De Putter ook niet. Maar wij willen dus dit gebied groen maken als buffer tussen Serenhoek en het Sloe. En wij denken dat het Sloe binnen de grens van het Sloe moet blijven,
zeker met failliet gaan van een aantal grote bedrijven, dat er ruimte genoeg is binnen Zeeland Seaport om bedrijven daar te huisvesten. Ze zijn met een zestal bedrijven in Zeeland Seaport in gesprek. Maar die bedrijven kunnen vaak niet wachten tot de hele bestemmingsplanprocedure met bezwaren die er dan waarschijnlijk toch ook weer aankomen om daarop te wachten. Dus die verdwijnen dan straks weer naar elders. Ja, die bedrijven zijn mij niet bekend. En het is de vraag als je een alternatief geeft binnen het sloeggebied of ze daar ook niet heel gelukkig mee zijn. Wat zijn nou de dingen die hier in Eikenzand leven? Geen idee, waar kom je niet vandaan? Oh, we staan bij de supermarkt, hè? De nieuwe supermarkt die er gaat komen. Nou, dat is denk ik wel een hot item in het dorp. Nou, er wordt al jaren gepraat over een tweede supermarkt. Een beetje concurrentie kan ook geen kwaad. En dat is voortdurend gesteggel omtrent de locatie. Zo, mooi nieuw gemeentehuis heeft de gemeente Borselen. Hallo meneer Schenk, met Katinka. Dag Katinka, hallo. Leuk om je aan de lijn te hebben. Ja, dat is lang geleden. Bent u op het gemeentehuis? Ik ben op het gemeentehuis, ja dat klopt. Hey Katinka. Hallo. Leuk om je te zien. Ik kom even naar beneden. Wiskunde van gehad. Ik weet nog dat je in de les had, hoor. Ja. Weet jij hoe lang het geleden is? Brugklas en de tweede klas, denk klopt. Ik. Is het niet een beetje gek om twee supermarkten naast elkaar te zetten? Nou, op zich, dat zou je kunnen zeggen, maar het is zo dat er eigenlijk twee partijen zijn die er heel graag toch een tweede supermarkt bij willen. Dat zijn de mensen uit Henkzand en omgeving. Die willen heel graag een tweede supermarkt. En liefst een discounter. En andere partijen zijn de supermarktorganisatie, die wil er heel graag een zetten. En ik hoorde ook geluiden dat er veel ondernemers zijn hier in Henkzand die zeggen van ja, maar zit hem dan niet hier, maar zit hem aan de andere kant van het dorp, dat er een beetje doorstroming is. Het is niet zo dat we zomaar gezegd hebben, laat hem hier doen. Van, daar hebben we wel heel goed naar gekeken. En dat is met name de Kamer van Koophandel. En die zegt dan moet je eigenlijk die twee supermarkten bij elkaar zetten. Liefst aanvullend, zo'n discounter. En die zijn dan een soort trekker voor de rest van de winkeltjes die er hier in Henkzand zijn. En waar zitten die winkeltjes? Die zitten allemaal aan deze kant van de Dorpsstraat. Nou heb ik ook gehoord dat het gemeentehuis ietsje duurder is uitgevallen dan gedacht. Ja, en heb jij goed gehoord? Dat heb ik, ja, ik weet niet of u verantwoordelijk bent voor het uitrekenen hoeveel dat ging kosten. Nee, ik ben er gelukkig niet verantwoordelijk voor het uitrekenen. Maar ja, goed, die aanbesteding is inderdaad erg tegengevallen. Ja. En dat het eigenlijk van de gemeente uitgaat van nou, als we hier nou een supermarkt neerzetten, dan kunnen die mooi ons parkeerterrein betalen. Ja, daar is absoluut geen sprake van. Kijk, het is jammer dat partijen dat dan aan elkaar koppelen alsof dat direct aan elkaar gekoppeld zit, maar het zit het gewoon niet. We rijden nu naar de begraafplaats van Heikenzand, want er schijnt iets te zijn met grafrechten en stenen die weggehaald worden door de gemeente. Hi. Als de nabestaanden ervoor kiezen om geen grafrechten te verlengen, dan wordt de grafsteen weggehaald. En dan, ja, dan zal het betekenen dat er kale plekken op de begraafplaatsen komen. Hallo. Je staat hier nou eigenlijk op een begraafplaats die vol was. Dus een begraafplaats waar niet meer begraven kon worden. En dan vragen wij ons af, wat is dan de zin, wanneer je dus niet meer kan begraven, wat is dan de zin dat je daar links en rechts stenen weghaalt? En dat is dus, ja, vinden wij, een kaalslag, een verarming. Mensen hebben bepaalde gedachten gehad bij die stenen en die stenen zijn door een bepaald beleid van de gemeente zijn die geruimd. Maar het is ook een stukje rechtvaardigheid op een gegeven moment. Er zijn mensen hier die betalen grafrechten. Dan is het ook logisch dat die er wat voor terugkrijgen ten opzichte van mensen die dus de grafrechten niet meer verlengen. Samen onderweg in Borselen. Wij geloven in een samenleving waarin integriteit, verantwoordelijkheid, bedrijvigheid en duurzaamheid kernbegrippen zijn. Stem daarom op 19 maart SGP ChristenUnie.
vertellen. Ik heb een uitslag. En die uitslag is 3 stemmen voor D66, 2 voor de PvdA, 2 VVD, 2 CDA, 2 Blanco en 1 SGP ChristenUnie. Dus er heerst een enorme versnippering in de gemeente Borselen. Dus... supermarkt in dorp Heinkesand. De grote vraag is nu, waar komt dat dan, dat winkelpand? Ik weet nog wel een plekje, maar er is alleen één pech. Er staat daar nog een aantal grote stenen in de weg. Het is hier dan geen Jemen, Pakistan of Gazastad. Maar in de Zeeuwse politiek gebeurt toch al met al heel wat. Het is hier dan geen Jemen, Pakistan of Gazastad. Maar in de Zeeuwse politiek gebeurt toch al met al heel wat. Lekker in mijn eigen oude bedje van vroeger bij mijn vader en moeder thuis. Het was lekker slapen. En dan morgen uitgerust naar de overkant. Wat triest.